De volgende fragmenten hebben we nooit gebruikt, want ja, die gingen gewoon voor ons doen. Net iets te ver. Ja, die gingen net iets te ver. Ja. Bijvoorbeeld in België gingen wij even checken of die mensen een beetje humor hadden. Hoe weet u of uw zusje ongesteld is? Mijn zusje? Ik denk dat hij al niet meer ongesteld is. Als de pik van je pa een raar smaakje heeft. Wat is dat? Als de pik van je pa een raar smaakje heeft. Weet u waarom u een baby altijd het eerst met de voetjes in de blender stopt? Dat is een idiote vraag eigenlijk, hè? Dat is een idiote vraag, maar u weet het niet? Nee, dat zal een grapje weten. Dat is omdat je hem dan nog kan horen gillen als je in zijn bek klaarkomt. Niet leuk. Nee? Nee, niet leuk. Sorry. Die Belgen hebben gewoon geen gevoel voor humor, jongens. Ja, echt, als ik dit weer terugzie, dan springt het schaamrood me toch wel weer op de wangen. Want, ik bedoel, zo'n man van een jaar of 50, die loopt daar gewoon door Antwerpen heen. Die heeft waarschijnlijk pauze. Die man die heeft een goede baan, die heeft kinderen, die heeft een paar auto's voor de deur staan. Misschien zelfs een vakantiehuis. Gewoon een man die het gemaakt heeft in het leven. En ja, dan komt hij ons tegen, twee, ja, toch wel leuke jongens in ieder geval, met een camera. En dan, ja, dan denkt hij, nou, die jongens die gaan me een leuke vraag stellen. En dan vragen we zoiets. Boeien. Ja, hier nog wat random ass fragmenten. Too hot for TV. Je lijkt wel een beetje op Wouter Bos. Ja. Ik vind hem een mooie gast. Echt geweldig. Mooie gast? Ja. Val je ook op gasten, hoor? Ja, redelijk. Ja, echt? Ja, ik vind het ook mooi. Echt? Oh, dank je. Ja, dank geweldig. Je. Maar, bij jou? Ja. Dit kan echt niet thuis. Dat kunnen we niet Hoezo doen. Hoezo niet? Ik denk dat je niet past of zo. Dat denk ik ook. Nou, next. André. Japanese television. Huh? Nee? One question? Thanks. Nee? Wow. Hoi, heb jij hier ook iets gemaakt? Nee. Maar goed ook. Het is om je kapot te schamen dit, hè? Vind je? Ja. Hm. Ik vind het wel mooi. Ik vind het in de weg staan. Maar mijn vriendje heeft ook meegewerkt. Dus heb je vriendje dan meegewerkt? Hm. Gaat nog lang stand houden, die relatie, of niet? Ja, dat hoop ik wel. Ja. Oké. Okay. Snagabam pam pam pim bigidam pam pam paradi da da da. Snagadigidu digidigidi. Snagadigidam dido. Avuritagada pade tidi ropopagadai hai. Jeetje jongens, en daarmee zit dit er eigenlijk wel weer op. Ja, dat klopt. We hebben het afgelopen jaar, moet gezegd, ontzettend veel plezier gehad. En zo af en toe ook al iets geleerd. Per ongeluk dan. Waarschijnlijk. De onderdompeling in het warme bad dat journalistiek heet, was chill. Ja, was relaxed. We zijn serieus blij dat we jullie allemaal hebben leren kennen. Wat dan nog wel natuurlijk bij zo'n laatste cake hoort, is die sloot aan bedankjes. Juist. En die gaan we je nu geven. Let op, daar komt die dan, daar gaan we. Bedankt iedereen die toffe, mooie shit voor je media gemaakt en gedaan heeft. Bedankt uiteraard onze grote held Toon Brouwers, de breedgeschouderde. En onwijs extreem knappe Brabantse roerganger het afgelopen half jaar. Bedankt ook Japie, alias de Spin den Oude, voor alle tips die hij ons altijd gaf. En voor de voortvarende wijze waarop hij en André nu het heft in handen hebben genomen. Lekker werk, heren. Absoluut. Uiteraard Wouter de Haan, bedankt voor de technische ondersteuning. Zo, en niet te vergeten, ongetwijfeld de meest waanzinnige deepthroat die wij ooit in ons ganse leven gehad hebben en waarschijnlijk ook zullen krijgen. Dankjewel. Bedankt een man. Een man die meer meisjes ontmaagd heeft dan dat de hemel sterren telt. Een man die het levende bewijs is dat evolutie gewoon werkt. Maar tegelijkertijd toch de zoon als wel de vader van God is. Hij zal voor ons altijd een mysterie blijven. Maar dat maakt de man ook zo spannend. Meneer Oldenziel, bedankt voor het meewerken en aan al die cakes. Nou, laat je niet kisten, man, door al die gekken in die comments. Ze weten niet. Je bent gewoon een goede pik en daarom zeg ik... Nog één keer... Dankjewel, Henk. Dankjewel, Henk. Ja. Vnoeit. Goed. Dan nog een allerlaatste tip voor het weekend. Ga eens naar meatspin.com. Ja, dat is Engels voor vleeszwaai. Het is een uiterst leuke, informatieve site. Ja, hieronder staat hij dus. Mijn highscore was onlangs 220 of zo. We zijn benieuwd naar jullie. Post je highscore in de comments.
Ja, en ja, dan gaan wij nu toch echt onderduiken. Ja, wij duiken weer de anonimiteit in. Ja, nou. Joejoe. Tabé. Nou.